Zo sta je weer terug aan kop. Ja, daar staan we ineens weer. Leuk, maar het zegt eigenlijk vrij weinig. Volgens mij hebben we nog 11 potjes en het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Maar ja, is dat leuk? Vind ik altijd leuk, hè? Dan zeg je het zegt zo weinig. Terwijl je eigenlijk in aanloop naar zo'n wedstrijd denkt, nou, ik zou die plek best wel willen pakken. Nou ja, natuurlijk wil je die plek pakken, maar ja, als je er eenmaal staat, moet je ook rustig blijven. En, ja, ik ga pas echt juichen als we er over, wat is het, 11 wedstrijden staan. En ja, tot de tijd is een beetje stuivertje wisselen, denk ik. HC heeft tijd bovenaan gestaan en Vogels. Jullie één speelronde? En wij één speelronde, dus nee, we gaan kijken of we het vol kunnen houden. De do-or-die-weken begin je met een doe, hè? Nee, ja, zeker. Ik zei toevallig vandaag in de auto van, nou jongens, als we de aankomende paar weken een goede serie kunnen neerzetten, dan kan het nog eens leuk worden. En ja, dat we daar zo aan beginnen tegen nummer 1, dat is natuurlijk, geeft een goed gevoel. Durf je te stellen als je de komende twee wedstrijden ook positief afsluit, dat jullie dan ook wel de kandidaat zijn om kampioen te worden? Ook kandidaat zeker. Ja, dat durf ik nu ook wel te stellen, dat wij een kandidaat zijn om kampioen te worden. Maar wat je zegt, de aankomende twee wedstrijden kan het ook zo weer heel anders zijn. Je gaat naar Vogels uit, Rijnsburg thuis. Dus Jong Sparta uit, waar we nog nooit het punt hebben gepakt. Dus, daar ligt volgens de kenners misschien wel het moeilijkste gedeelte voor jullie. Als je kijkt naar de resultaten in het verleden, is dat zeker zo, ja. Daar wordt het altijd heel lastig. Maar goed, we moeten niet te ver naar voren kijken. We gaan nu IJsselmeer volgens uit en dat is ook een hele zware pot. We hebben ook niet zo vaak winnen. Maar ja, goed, goede gevoel overheerst. Je scoort dit seizoen niet zoveel dat je bij de bovenste staat, maar je scoort wel tegen de bovenste altijd. Klopt, ja. Ja, nee, dat, wat is dat? Scherp. Nee, ja, ik weet niet. Het is niet mijn beste seizoen. Ja, dat is gewoon een feit. Helaas dat het frustreert, dat is vervelend. Maar, heb je daar verklaring voor of niet? Nou, ik denk wel dat de blessure daar ook wel eind vorig jaar aan mijn enkel geopereerd. Dat speelt wel een rol. Ik speel ook iets anders. Ik speel iets meer vanaf de zijkant. Dus ik kom iets minder voor de goal. Komt ook meer in duel? Ja, dat eigenlijk valt het nog wel mee. Normaal gesproken in het midden sta je met twee slopers in je nek. Dat is eigenlijk wat bewust wel gedaan dat ik daar uit het duel blijf. Dat Bergkamp dat soort dingen nu opknapt voor mij, dat hij eigenlijk fantastisch doet. Maar uiteindelijk moet je ook niet te veel achter excuses verschuilen. Het is gewoon niet goed genoeg en zo simpel is het. En wat dat betreft is het laatste half jaar nog wel redelijk ingezet. Begon ik goed. Vorige week 2 assists, vandaag een goal. Dus nou, hopen dat we het weer ook kunnen oppakken. Eindsprint is begonnen. De eindsprint is begonnen.